Dat is heet, mede Feyenoord Rotterdam fans. Een recente wending in de voetbalwereld zal je zeker verbijsterd achterlaten. Ja, mijn beste, hou je vast aan je stoelen, want het nieuws dat ik je breng is gewoonweg vurig, het soort dat discussies aanbakkert en het hart van elke gepassioneerde fan sneller doet kloppen. Dringend? Ja, het was als een wake-up call die ons verraste, nieuws dat aankwam als een bliksemschicht in een heldere hemel, de structuren van de sportwereld door elkaar schudden en iedereen verbijsterd achterliet. Mijn hemel, is wat velen van ons uitriepen toen we hoorden wat er was gebeurd, een mengeling van schok. Eerste nieuws: ons jeugdteam is klaar om het op te nemen tegen Bayern München op woensdag 28 februari om 16 uur. Dat klopt, de strijd is begonnen en de UEFA heeft de datum van de wedstrijd bevestigd nadat ons U19 team vorige week was ingelood voor de wedstrijd tegen de Duitsers. Ons team, onder leiding van de legendarische Robin van Persie, won hun plaats in de ronde van 16 rechtstreeks door Atletico Madrid te verslaan in de groepsfase. Bayern daarentegen moest door een tussenronde, waar ze FC Basel met 2-0 versloegen met een laat doelpunt. En hier is een belangrijk feit: deze ronde van 16 in de UEFA Youth League wordt beslist in één wedstrijd, dus we hebben maar één uitwedstrijd. Maar weet je, de vastberadenheid en het talent van onze jongeren kan iedereen verrassen. Nadat we de situatie van Marcus Holmgren Pedersen bij Sassuolo hadden onderzocht, was het logisch dat we nieuwsgierig werden naar Linger. De Tsjech, uitgeleend door Slavija Praag, heeft dit seizoen indruk gemaakt met zijn kwaliteiten op het veld. Maar de vraag rijst: is de optie tot koop verplicht? Het antwoord is een duidelijk ja. Laten we even samenvatten hoe Ling aankwam bij onze geliefde club. Na een frustrerend gelijkspel met Sparta Rotterdam afgelopen zomer kwam Feyenoord in actie en bezegelde de deal in een recordtijd van 24 uur. Onze zoektocht naar talent verliep echter niet zonder slag of stoot. GNK Dynamo Zagreb doorkruiste onze plannen voor de talentvolle Luka Stojkovic. Desondanks zijn we erin geslaagd om de komst van Evanuek veilig te stellen, wat onze vastberadenheid op de markt laat zien. Wat betreft de deal met Slavia praag is het belangrijk om te verduidelijken dat er geen strikte concessies zijn gedaan. De optie tot koop is in feite verplicht vanaf de zomer van 2024. We kunnen deze deal zien als een uitgestelde investering, waarbij na dit seizoen ongeveer 4 miljoen euro wordt overgemaakt naar de Tsjechische schatkist. Linger is een waardevolle aanwinst voor ons team en heeft zijn talent laten zien met twee doelpunten en een assist in slechts 147 officiële speelminuten voor Feyenoord. Dat betekent dat hij gemiddeld elke 49 minuten bijdraagt aan een Rotterdams doelpunt. Een opmerkelijke prestatie die ons zeker hoop geeft voor de toekomst. Vergeet niet een like achter te laten. Laten we achter onze nieuwe versterking gaan staan en onze steun betuigen aan onze jonge talenten tegen Bayern. Op naar de overwinning, Feyenoord!